Ruben Schaken, de situatie bij HBS, het gaat nog niet zoals het zou moeten gaan. Ja, wat ligt eraan ten grondslag, denk jij? Een eerste overwinning. Ik denk dat je een eerste overwinning pakt, dat je wat vertrouwen krijgt met je ploeg. We voetballen moeizaam, met z'n allen. En de punten blijven steeds uit en dan wordt elke volgende wedstrijd natuurlijk moeilijk. VVSB, we hebben het voorbeeld kunnen zien in de tweede divisie, nog geen wedstrijd gewonnen. De trainer wordt daar ontslagen. Is dat iets wat bij HBS ook leeft? Nee, dat nog niet. Dat nog niet. Tuurlijk ligt de druk er wel op natuurlijk. Alleen Marcel Koning is een kind van de club. Heb het jarenlang goed gedaan. Ook vorig jaar in een soortgelijke situatie gezeten. En ons toch weten te handhaven. Mede dankzij hem. Dus ik denk dat we nog niet moeten panikeren. Maar wel moeten zoeken waar we in ieder geval mogelijkheden kunnen vinden om weer punten te pakken. Het wordt denk ik een heel moeilijk seizoen. Hè? Er zijn een aantal jongens natuurlijk vertrokken. Er is veel kwaliteit ingeleverd. Er is weinig voor teruggekomen. Is het dan wel reëel om te zeggen wij blijven in die derde divisie op zondag? Ja, dat is aan de club natuurlijk. Hè? Ik ken natuurlijk niet de sterktes van alle ploegen. Wel vergeleken met vorig jaar. Alleen het is natuurlijk wel een gegeven dat HBS gewoon niet betaalt. Dus ja, als je niet betaalt, moet je heel eerlijk zijn. Dan krijg je kwalitatief ook niet veel betere spelers naar je toe getrokken. Dat mogen dat duidelijk zijn. Het is geen excuus. Alleen goed, andere ploegen hebben daar wel natuurlijk voordeel van. En dat merk je ook in de sterktes die we tot nu toe zijn tegengekomen in selecties. Hoewel ik wel vind dat we niet maar één keer zijn weggespeeld. En de rest wel een wedstrijd van hebben gemaakt. Alleen ja, het niveau was gewoon nog niet HBS-waardig. Hoe is het voor jou persoonlijk? Hè? Want een goede carrière gehad, dan sluit je aan bij HBS. Neem aan dat je niet zo wil afsluiten op deze manier. Nee, dat zal niet tof zijn. Nee, vorig seizoen was het ook, dreigde het ook te gaan gebeuren. Kwam ik ook binnen en ook hartstikke moeizaam. Uiteindelijk betrokken geweest bij heel veel doelpunten en overwinningen. Heb het gered en dat was eigenlijk ook, of is eigenlijk ook dit seizoen de insteek. Alleen goed, je hebt wel. Je hebt ook anderen nodig. En dat is niet om naar anderen te wijzen, want ik kijk altijd naar mezelf. Ik heb maar één goal gemaakt, het is niet genoeg. Dus ik ga er proberen zoveel mogelijk te maken. Maar wat je al zei, het zal niet tof zijn om zo te eindigen. Blijf jij bij HBS is dan de vraag? Want je hebt een contract tot de winterstop. Denk je daarover na? Nee, nog niet. Ik wil eerst gewoon zorgen dat ik zoveel mogelijk doelpunten kan maken nog. En kan bijdragen aan overwinningen. En we gaan in de winter evalueren. En ik ook voor mezelf kijken of ik door wil of niet. Aan de andere kant ken ik mezelf. Ik wil niet mijn ploeg in de steek laten, om het maar zo te zeggen. Aan de andere kant, het moet ook wel passen. En we gaan daarover in gesprek, maar dat is zorg voor later. Eerst zorgen dat we tot december zoveel mogelijk punten kunnen pakken.